Het ontwerp, het project van Gare Maritime is eigenlijk gestoeld op drie pijlers. De eerste pijler, de Gare Maritime, is natuurlijk een fantastische hal, waarbij dat wij die zo prominent aanwezig wilden laten eerbiedigen en dat de extra vierkante meters, extra volumes die moesten worden toegevoegd, dat wij die hebben op het tweede plan gehouden door een min of meer bescheiden ingreep. Die zit in een 12-tal inbouwvolumes en dan komt meteen ook de tweede pijler op de proppen om een overdekte stad te maken, waarbij dat die inbouwvolumes werken als stadsbouwblokken. De derde pijler, dat was de ambitie om eigenlijk een heel duurzaam project te maken, een circulair project. Vandaar dat die inbouwvolumes opgetrokken zijn uit hout, een houten draagstructuur die altijd nog kan worden weggenomen zonder de bestaande hal onrecht aan te doen.